14 graden. En het heeft, dat zal u niet verbazen, want dat doet het in San Sebastian en de omgeving wel vaker. Ook wel weer wat geregend. Dat maakt dat die grasmat altijd prachtig is. Dat is een goed tussendoor gevoetbald. En dan levert dat een enorme kans op. En de eerste treffer, nee, die weet Pizot te voorkomen. Weer de vrijheid voor Monreal. Hoe lang blijft dat goed gaan? Ja, zulke grote kansen gaan missen. Meteen de bal kwijt. David Silva en Porto, eerste kans. En weer geen treffer. En weer weet Pizot dat te voorkomen. Voordeel, zegt Pieter. En weer Pizot, zeg. Een geweldige redding van Pizot. Die onderscheidt zich echt vandaag. Met Silva. En nu wel raak. Ja, nu is het dan wel raak van dichtbij. Die viel niet te missen. Porto, die er al zoveel kansen hiervoor heeft gekregen. David Silva. Er komt de bal bij Oyarzabal. Is het geen buitenspel? Nee, want daar staat Svensson nog. Dat is een aardig balletje ertussendoor. Weer Pizot. En weer Pizot. Maar het is een bandje wat je op kunt zetten. En die bal, och jongen, dat is toch uiteindelijk een grote mogelijkheid voor Abu Ghraib.